Charity Armaketo vierde op 27 mei jongstleden haar 6e verjaardag. Op deze speciale dag voor Charity en familie bracht 1 voor 12 voorzitter Vismalen haar een verjaardagsbezoekje. De verjaardagstaart en een financiële ondersteuning voor de familie, als ook een voedselpakket, waren deel van de tractatie. Hartelijk dank, meneer Vismalen. Wordt iemand niet goed? Heel hartelijk dank. Ik ben blij dat u bent gekomen dat Charity jarig is. Moeder en vader zijn niet geweest, maar u bent gekomen. Heel blij. Ik heb ook namens mevrouw Bibi een envelop. Heel hartelijk dank. En een pakketje van een andere donateur. En ik wil jullie allemaal feliciteren met Charity. Dag Charity. Dada, je bent jarig vandaag. Bibi. Hoeré. Kijk daar, Wiesje! Hey, je bent altijd zo vrolijk, hè? Ja. Zo, vertelt u me, hoe werkt uw gehoorapparaat? Heel goed. Ik hoor alles. Hoort u me goed? Heel goed, meneer Vismalen. Ik ben blij, ik ben trots dat ik van u heb gehad. Gaat zeker. Dan ga ik nu huilen. Wow, hoe oud is Charity geworden? Ze is 6 jaar geworden. Hoe kan het zo zijn dat mama nog papa is gekomen terwijl hun kind jarig is? Dat is wel erg. Ik vind het verschrikkelijk. Ze hebben geen gevoel voor hun kinderen. Ze maken die kinderen en dan laten ze het gewoon. Laat iemand anders alles voor ze doen. U hoort het. Charity is vandaag 6 jaar oud geworden. Ma niet, pa niet. Heel erg. Heel erg. De heren daarboven die weet, die ziet. En laat me maar niet zeggen, vandaag is de jarig. En ik hoop dat ze een leuke dag zal krijgen. Dag Charity, tante is hier, oom is gekomen. Gezellig in een kring staan, met Ricky los gaan. Niet qua van mij, mama lekker los gaan. Hey. We hopen dat ze de zegen van boven krijgt. Trouwens, we hopen dat we weten dat ze het krijgt. Want ze glimt, lacht, alles gaat goed. Dada.